en dus kwam er aardig wat volk op deze topraad. De meeste ploegen binnen wat benauwd in Harkema, want het thuispubliek had de namen dat ze wat fanatiek binnen. En dat voel aardig mij. Harkema speelt hier in het green, van links naar rechts. En ze beginnen oppermachtig. Zelfs zo snel dat ze in de eerste minuut al een doelpunt maakten wat wij mist hebben. En daarvoor onze excuses. Het is 1-0 tegen Johannes Nijboer. Maar Harkema gaat terug, want een paar minuten later komt deze actie. Oer rechts komt die bal voor. Op een nij bij Johannes Nijboer. En die kan dan 2-0 maken, maar ze scoort dus vies te zacht en komt in de handen van keeper Harry Bakker. 2 minuten later. Harkema gaat goed terug. En de paas is dan prima en die komt er bij Alexander Kuip. En die maakt het 2-0. En dan heeft er nog geen 10 minuten spelen. Maar de grensrechter denkt er oorzoor. En de scheidsrechter Kamstra helpt dan verhaal en keurt de goal af. Boetenspel. En ik het scoreboord zullen we weer omdraaid worden maken. Daarna dan, vrije trap. Knappe redding van Harry Bakker. Het bleef bij 1-0. Go Ahead Kampen kroept dan starig om wat uit de verdrukking en komt zelfs gevaarlijk dicht bij een kans. Actie hier. En dan is daar de overtreding van Appie Jaarsma. En dat bestuurt een vrije trap voor Go Ahead Kampen. Dan komt die vrije trap. En dan is daar de 1-1. Totaal in de verhouding in kopt Arjan ten Hoven de bal binnen. En Go Ahead zit weer naast de Harkema. Het moordende tempo van die eerste helft eist dan zijn tal en beide ploegen skakelen een versnelling te bek. Maar de derde moment bleef gevaarlijk. Kwam er dan van Nijboer. En die bal werd dan in eerste instantie voortwerken. Maar dan is Appie Jaarsma daar. Zijn schot werd van richting verloren en je maar krijgt door. Op slag van rechts dan nog een goede kans voor de Harketen. De bal komt bij Alexander Kuip, die loopt. Maar de bal gaat correct voor Del. En zij bleef het bij 1-1. De tweede helft dan. Beide ploegen starten voorzichtig. Go Ahead Kampen is bleef maar een league speeltje. Maar Harkema dat wel meer. Het bleef bij zijn nou dan een speldenprikje. Maar de pressie werd opvierd. En na 9 minuten werd dat beleend. Een echte scrimmage voor de goal. De bal werd van de lijn hellen. Er wordt uit verdedigen, maar Harkema vecht voor wat het burg is. En de bal komt op en neer voor de pot. Voorzet van Alwin Kooistra. En de kopbal. En Harkema komt op en neer voor. Het is Appie Jaarsma die de bal het net injagt. En dat wordt vierd. Twee minuten later dan. De bal komt op een neer bij Alwin Kooistra. Die brengt hem goed voor. En de kopbal gaat dan correct over. Het bloed bij 2-1. Het duel wordt heel dit hudder en Henk Venstra ondervindt dat. Hij komt hier hard in botsing met keeper Harry Bakker en de scheidsrechter moet dan een besluit nemen. We zorgen nog even naar dat moment. De vooruitstutsend voert van keeper Harry Bakker en die trapt dan Henk Venstra op het lief. En dat moet reed wezen. Maar hij besluit om net een kaart te loeken en de wedstrijd gaat terug. In de laatste 20 minuten moet Go Ahead komen en dat doen ze eigenlijk. De bal bleef je binnen. En dan denkt Els niet aan een boeten spul. Maar er is net fluiten en dit schot gaat maar correct naast. En Harm-Jan Schepers gaat hier natuurlijk vies te hard terug en hij krijgt een gele kaart. We zitten inmiddels in de 27e minuut. Harkema lijkt de wedstrijd weer te controleren. Maar het is Go Ahead wat de opbouw verzwargt. Dan komt hier een lange bal. Vappenstorm kop terug. Maar oer eigen keeper hinnen. En dan wordt het 2-2. En dan is het drama compleet. Keeper Jan-Willem Dijkstra. Hij roept de led naar Vappenstorm. En is 4-4 uit de goal. En wat kan er dan nog in de laatste 10 minuten? Beide ploegen krijgen nog een goede kans. Maar de redding maar de wijze van Jan-Willem Dijkstra. De laatste kans is voor de Harkema. Maar die gaat mis, het bloed gelijk, er hier meer in zitten. Ik had van tevoren al aangegeven, het is geen drama als je hier gelijk speelt. Want er komen nog een aantal wedstrijden, dus dan moet je erbij zijn. Maar ik had wel verwacht, met name de eerste helft, wat meer concentratie, wat meer agressie. Ik voelde me meer een trainer die zegt, nou ja, ik ben directeur van de Vlooienzeekers. Ik leer kunstjes en die jongens voeren het heel erg leuk uit. Maar dat is het voetbal van Harkemase Boys natuurlijk niet. Het voetbal van Harkemase Boys is gewoon simpel houden en hard werken en daarna komt het voetbal wel.